mensen van Noemer Gamen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te maken. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. En ik meen het oprecht mensen, ik vind het enorm leuk om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. En ik zou het daarom ook heel erg waarderen als jullie even op dat blauwe duimpje willen klikken. Dan motiveert me namelijk heel erg om door te gaan met wat ik doe, oftewel dagelijks content maken voor jullie, voor DMG Army. En het motiveert mij zeker weten om meer positieve projecten te starten rondom Noemer Gamen. En dat is natuurlijk gewoon super vet. Dus we gaan beginnen met deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er zin in. Hopelijk hebben jullie er zin in om deze video te gaan kijken. De vorige video hebben wij besloten om een showroom te maken. En wat ik daarmee bedoel is een kamer waar we allemaal verschillende soorten armor setjes gaan hangen. Die verschillende soorten kleuren hebben. Leek mij een leuk idee voor de verandering. Gewoon een kamer met allemaal verschillende soorten armor setjes in het leer. En die allemaal verschillende soorten dyes geven. Zodat ze allemaal verschillende soorten kleuren krijgen. Nou, het lijkt me dus een leuk idee om te doen. Daar zijn we bijna aan toe. Het enige wat we nog even moeten doen is nog wat orange dye maken. Dat maak je van Rose Red en van Dandelion Yellow. Ik heb geen idee wat een Dandelion is, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. En er is één foutje wat ik hier heb gemaakt. Oftewel dit hier. Dit moet er namelijk Spruce Wood Lock zijn. Dus die ga ik gelijk even neerzetten. Ik ben dus weer lekker in de oude map van Survival Island. En ik heb weer super veel leuke ideeën. Dus we moeten snel beginnen met het maken van een objective board. Want, nu ga ik het jullie gelijk even vertellen. Er waren namelijk mensen die tegen mij zeiden, Job. Je kunt in 1.7.5 geloof ik van slimebox een soort van trampoline maken. Oftewel blokken van slimes. Dus zeg maar als je een slime kunt krijgen van die balletjes. Als je die geloof ik 9 in één hok doet. Dan krijg je een slimeblok. En als je die bij elkaar zet krijg je een trampoline. En ik had natuurlijk tegen jullie al verteld dat ik uiteindelijk een duikplank wou gaan maken. Vanuit een kamer en dan vanuit het raam. Zodat ik zeg maar in die geheime ingang kan gaan springen. Het lijkt mij vet als je dan zeg maar een duikplank hebt. En daaronder een trampoline. Dat je dan via die trampoline in die geheime kamer kunt komen. Oftewel in die onderwaterkamer. Nou zoiets wil ik dan gaan starten. Dat is dus het leuke aan die nieuwe updates in Minecraft. Er zijn weer allemaal nieuwe mogelijkheden. En dat is de reden waarom ik weer heel erg gemotiveerd ben om door te gaan in deze map. En ik heb er super veel zin in. En uiteraard ga ik jullie vandaag weer vertellen over mijn dag. Want ik heb weer lekker veel meegemaakt. En dat ga ik jullie allemaal vertellen. Maar eerst ga ik eens even kijken wat ik nodig heb voor het afmaken van de kamer. Want als allereerst heb ik natuurlijk wat spruce wood nodig. En ik geloof niet meer dat ik daar heel erg veel van heb. Dus ik ga even rondkijken of ik daar nog wat van kan vinden. Voor zover ik weet hebben we daar sowieso nog wat bone meal voor nodig. Want ik zie dat ik hier natuurlijk wel gewoon... heb ik hier überhaupt een spruce? Ja, ik heb wel spruce wood, alleen stairs en slabs. Maar zoals jullie misschien wel weten heb ik logs nodig. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even hier kijken. Wow, ik heb nog heel erg veel bones. In ieder geval genoeg om mee rond te komen. Dus ik geef ze snel naar buiten en ik ga beginnen met het planten van de saplings. Maar eerst ga ik even slapen. Want we willen natuurlijk wel eens even een goede nachtrust hebben voordat we er tegenaan gaan. Is namelijk belangrijk in het echte leven. En ook in Minecraft. Als je in Minecraft s'nachts naar buiten gaat, er is een hele grote kans dat een of andere terroristische creeper komt. Die het leuk vindt om je op te blazen. Ik moet weer een klein beetje doorkrijgen hoe mijn huis in elkaar zit. Maar dat weet ik ongeveer wel. We gaan even lekker slapen. En zodra ik wakker ben, dan ga ik er weer lekker tegenaan. Ik ga namelijk verder met het bouwen van de kamer, oftewel de showroom. En ik vind het sowieso een leuk idee om een trampoline te maken van quartz. Quartz en blauwe wol. En blauwe wol, wit en blauw, dat doet mij gelijk denken aan een duikplank. Geen idee waarom, misschien is het gek, maar dat doet mij er wel aan denken. Dus dat leek mij leuk om te doen. En ik hoor een skelly als ik nu even kill met mij. Looting 3 soort. Wordt dat heel erg effectief. Weet dat we hier wat van krijgen? Ik weet het bijna zeker. Ah, jammer. Ik heb namelijk een looting 3 soort. Dan is de mob job chance echt veel en veel groter. En dat is natuurlijk super chill. Zoals jullie kunnen zien heb ik nu ook weer 2 strings erbij. Dat is echt fucking fijn. Geen idee waarom daar een blauwe schaap staat. Als een retard. Laten we hem daar lekker staan. Ik heb eigenlijk niet zoveel last van, weet je wel. Hij staat er wel leuk voor de decoratie. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier even bij mijn bomenfarm die hier achter staat. Ga ik even wat van die spruce wood saplings plaatsen. En ga ik dat hout even gebruiken voor het afmaken van de kamer. En oh nice, daar is zo rose. En die heb ik nodig. Dus wat ik ga doen. Ik ga heel even wat shizzle hier in de zee dumpen. Die we toch niet nodig hebben. Ik weet het, milieuvervuiling. Maar dat maakt niet uit. Want ja, weet je. Je kunt niet alles hebben zoals ik dat altijd wil zeggen. En ik had trouwens dat hout gewoon op kunnen pakken. Want ik zie dat ik nog gewoon een leeg plekje inventaris had. Strings hebben we niet nodig. Nope, dit hebben we niet nodig. Dit hebben we niet nodig. En dat is vrijwel alles wat we niet nodig hebben op dit moment. Dus nu kan ik in ieder geval weer deze mooie roze pakken. En als ik die dan als het goed is zo doe, kan ik hiermee oranje maken. Even kijken. Ja, 2 oranje. Hartstikke mooi. Kan ik daar weer 16 glas mee maken. Dus daar ben ik super blij mee. We gaan beginnen met het plaatsen van de spruce wood. En wat ik altijd doe, ik doe gewoon altijd zo. En dan pak ik even wat bone meal. Ik heb op dit moment 14 bones. Dus fuck it. En... Oké, dat werkt dus blijkbaar niet. Ik heb dat in de snapshot weggehaald. Het is heel jammer, want normaal gesproken kon dat wel. Dus daar baal ik wel van. Want nu heb ik dus echt maar heel erg veel bomen verkloot. Voor een boom die technisch gezien helemaal niet bestaat in deze versie van Minecraft. Heel jammer. Ik kan namelijk Survival Island niet spelen zonder dat ik het in een snapshot speel. Geen idee waarom dat is, maar blijkbaar kan dat niet. Dus misschien moet ik even wachten tot 1.7.6 uit is of zo. Ik heb geen idee. Voordat het wel weer kan. Maar ja, ik heb geduld. Ik ben een jonge man met veel geduld. Wat eigenlijk nergens op staat. Want als ik ga vissen met mijn opa, dan gooi ik gelijk de vissen helemaal tegen een boot aan. Omdat ik dat veel
leuker vind dan serieus vissen. Ik ben niet zo van het geduld, moet ik eerlijk toegeven. Maar als het er echt op aankomt, het heeft met games te maken, dan heb ik wel weer geduld. Omdat ik dat leuk vind om te doen. En vissen vind ik ook leuk om te doen. Dat begrijp ik niet verkeerd. Alleen het ligt me wel ietsje minder als games. Dus vandaar heb ik daar ietsje minder geduld voor. Jammer, dat is dan wel weer balen. Heb ik trouwens nog bones bij me? Nee, ik heb dus net gewoon letterlijk 14 bones verkloot aan een boom die technisch gezien helemaal niet bestaat in deze versie van Minecraft. Lekker bezig, Job. Ga zo door. Maar wat heb ik vandaag op school meegemaakt? Eigenlijk vrij weinig. Nou ja, weet je, het is vrij veel, maar het is niet echt dat je zegt van, dat is heel erg leuk om te vertellen in de video, weet je. Het zijn van die dingetjes die eigenlijk iedereen dagelijks meemaakt. Maar die wel leuk zijn. Gewoon een beetje de slappe lach gehad samen met Niels. Dat heb ik eigenlijk ook gewoon dagelijks, want ja, weet je. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar elke keer als we wiskunde hebben en ik zie die man half space en dan moet ik gewoon lachen. En dat is heel vervelend. Want mijn slappe lach die daagt altijd op de meest vervelende momenten, weet je. En dat is balen, want dat wil je niet. Je wil geen slappe lach hebben op momenten waarbij je het juist niet wil. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld ergens met z'n tweeën in de kamer zit, weet je. En het en je bent thuis, dan is het niet erg om een slappe lach te krijgen, want dan heeft niemand last van. Maar als je daar je doet in een vol klaslokaal, ja, dan moet je toch wel even achter je oren krabben. Want dan zit je toch wel, dan sta je toch wel, nee, dan zit je een beetje voor lul. Want je staat namelijk niet in het klaslokaal. Dus jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval. We hebben dus in totaal 16 spools met locks. Ik ga nog heel even door. Ik kan er namelijk wel wat meer gebruiken. En wat we dan zo meteen gaan doen, dan gaan we dus zo meteen de kamer afbouwen. Maar dan kunnen we gaan beginnen met een soort van de opbouw. En ik ga jullie even wat vertellen. Want ik had namelijk een briljant idee gehoord van Niels. Oftewel Niels at you. Die had mij namelijk verteld van, weet je wat je moet doen? Je moet een keer proberen alle soorten blokken te krijgen in Minecraft. En die moet je ophangen in één groot museum. Nou, dan leek mij het volgende leuk om te doen. Dit is echt puur voor de interactie tussen mij en jullie. Wat mij een leuk idee om te doen, is om deze map over een tijdje als map download te zetten. En dan mag iedereen die map gaan downloaden. En dan mag die een heel groot museum inbouwen. Maar hier komt het allerbelangrijkste. In dat museum moeten precies het aantal blokken passen wat er daadwerkelijk in Minecraft is. Dus dan moeten precies bijvoorbeeld 500 item frames in passen. Waar ik dan 500 van die items in kan doen. Dus wat je dan kan doen. Dan zet ik de map als map download. Jullie kunnen hem downloaden. Dan kunnen jullie er een heel vet museum in maken. Waar al die blokken in passen. Het moet symmetrisch zijn. Dan kunnen jullie een screenshot sturen van hoe het museum eruit ziet. Van binnen en van buiten. Dat stuur je naar mijn e-mail. doemaargame@gmail.com samen met de map. En als ik denk van, vind ik een super dope museum. Download ik de map weer. En dan ga ik erin spelen. Het leek me namelijk wel een leuk idee om jullie dat te laten doen. Dat museum bouwen, weet je. Dat denk ik voor de interactie. Lijkt me wel vet om jullie gewoon eens een keer iets te laten bouwen in de map. Of ik dat ook daadwerkelijk ga doen, dat weet ik nog niet zeker. Want misschien ga ik hem zelf bouwen. Is me net even waar ik zin in heb. Want als ik denk van, nou, een museum bouwen, weet je. Dat ligt mij wel, daar heb ik zin in. Dan bouw ik het gewoon zelf. Maar als ik denk van, nou weet je, ik vind het wel leuk om mijn kijkers eens een keer de kans te geven om iets vets voor mij te bouwen. Dat lijkt me ook wel weer een hele leuke gelegenheid voor jullie. Dus als jullie dat willen, laat het dan hier beneden even weten in de reacties. Ik sta namelijk voor heel veel dingen open rondom Survival Island. Dus voor leuke ideeën ook. En er komen een paar van die stomme musjes op de achtergrond. Daar kan ik niks aan doen. Dat zijn namelijk. Het is weer de tijd van het jaar, weet je. De tijd van het jaar waarbij mensen hooikoorts krijgen. Voornamelijk ik. Want ik heb echt elke keer hooikoorts in dit tijd van het jaar. Wat heel vervelend is. Voor de mensen die trouwens niet weten wat hooikoorts is. Dat is niet iets dat je niet tegen hooi kan, weet je. Dat dacht ik namelijk vroeger wel. Ik dacht dat hooikoorts, weet je. Je bent allergisch voor hooi. Maar blijkbaar is het zo dat je met hooikoorts, zeg maar. Het heeft wel te maken met hooi, geloof ik. Maar je bent gewoon allergisch voor een bepaalde bloem. Of een bepaald soort stof in de bloem. Die dan vrijkomt in dit tijd van het jaar. En dan krijg je jeuk aan je hemelte en dan krijg je een beetje een snotterige neus en dan gaan je ogen rood worden. Dat is eigenlijk gewoon vrij vervelend. Helemaal als je lekker aan het opnemen bent en je zit dan de hele tijd zo, weet je wel. Gelukkig is het op dit moment bij mij nog niet zo heel erg, maar als het erger wordt, dan zullen jullie dat zeer waarschijnlijk wel gaan merken. Maar dan zou ik jullie dat ook wel even vertellen in de opname, dat jullie niet denken, joh, wat de fuck is er met je aan de hand? Ben je nou helemaal gek geworden? Dan leg ik dat wel even uit van tevoren, dus dat moet helemaal goed komen. Maar ik heb er in ieder geval weer heel erg veel zin in om lekker verder te gaan. En ik zal zo meteen even kijken of je nou ook daadwerkelijk die slime blocks kan maken. Want ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe dat er dan daadwerkelijk aan toe gaat. Want je kunt dus als het goed is slime blocks maken met van die slijmballen. En als het goed is kun je die dan gebruiken voor het voor het maken van die slime blocks. En dan kun je opspringen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ga gewoon eens even kijken of het ook daadwerkelijk waar is. Ik heb het namelijk gehoord uit een bepaalde bron uit de reacties. Dus een paar mensen die zeiden, ja Job, je moet een trampoline maken. Dat is super vet. Misschien kan, wacht, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan ook bij die uitkijktoren kan ik die trampoline maken. Want ik heb namelijk een uitkijktoren. Die zit daar. En als ik nou daar een soort van trampolinetje onder maak, dan kan ik daar van boven afspringen. YOLO. En dan zweef ik als het goed is in de lucht. Maar dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval Feather Falling 4, Unbreaking 3 en Fire Protection 3. Wat eigenlijk vrij goed is. Dus het zit eigenlijk wel snor om het even zo te benadrukken. Dus wat ik ga doen. Ik heb als het goed is die slimeballs niet bij me. Nee, inderdaad. Dan ga ik dus heel even pakken uit mijn mobjob chest. En dan ga ik eens even kijken of het ook waar is. Want ik weet het niet, weet je. Ik weet niet of het waar is. Maar als het waar is, dan ben ik daar blij mee. Want het zou best wel heel erg van belang kunnen zijn. Om zoiets te maken lijkt me wel fucking vet. Zo. Oh, vet, het kan. Als jullie trouwens iets op de achtergrond horen, de buren zijn weer bezig. En daar kan ik niks aan doen. Want ja, weet je, altijd als ze gaan opnemen, is een hele grote kans dat ze toch weer bezig zijn. Even kijken hoor. Gebeurt er nou wat? Ga ik nou hoger? Wow, kijk mij! Ik ga hoger, of niet?
Ga ik hoger? Ik weet niet of ik hoger ga. Ik kan hem niet heel erg goed zien. Maar ik geloof dat ik hoger ga. Maar kan ik hem ook... Oh, what the fuck? Kan je hem zo snel kapot maken? Holy shit. Misschien moet ik er wat onder zetten. Dat kan wel. Want ik heb dit namelijk nog nooit eerder gedaan. Misschien moet je er wel een bepaald van soort steen onder zetten. Dus wat nou als ik dit doe? Als ik hier zo dit neerzet, dit erop. En ik ga dan bijvoorbeeld even kijken. Maak ik hier even een klein torensje. En dat doe ik dan zo. Je gaat geloof ik wel hoger hoor. Of niet? Of lijkt het gewoon zo? Het kan ook gewoon tussen mijn oren zitten hoor. Dat weet ik namelijk niet. Ik weet niet of je hoger gaat. Maar het is wel fucking dope in principe. Zo. Ik ga ondertussen even rondkijken of ik eventueel wat leuks kan vinden. Nee, maar we gaan dus even verder met het afmaken van de showkamer. Want die wil ik namelijk deze episode eigenlijk wel af hebben. Maar ik moest gewoon even kijken of het ook daadwerkelijk mogelijk was met die slijmballen. Maar wat heb ik vandaag op school gedaan? Ik heb er eigenlijk nog helemaal niet over kunnen hebben. Want elke keer wanneer ik over mijn school wil praten, dan begin ik weer met een leuker onderwerp te komen. Want school is natuurlijk niet het allerleukste wat er is op de wereld. Tenzij je natuurlijk leuke dingen op school meemaakt waar je over kan praten. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd het geval. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Oh, oké, nice. Maar in ieder geval, wat heb ik vandaag op school meegemaakt? Een van de dingen die ik mee heb gemaakt zijn eigenlijk dat we lekker buiten konden gingen. Gimmen, sorry, dat zei ik echt heel raar. Het was namelijk vandaag vrij lekker weer en we hebben normaal gesproken een uur fitness en een uur binnengym. Maar deze keer was het dus zo dat we een uur fitness hadden en een uur buitengym. Ik ben persoonlijk de laatste tijd weer lekker bezig met het sporten, dus dat zullen jullie misschien ook wel merken als ik soms een beetje zo zit. Want ik heb nog een klein beetje spierpijn van gisteren, of van eergisteren om precies te zijn. Ik ben namelijk zaterdag ben ik met Niels wezen hardlopen. Dat doe ik elke week één keer, omdat ik het wel goed vind voor mijn conditie, want mijn conditie is niet de beste, omdat ik dus best wel heel erg veel tijd binnen doorbreng. Nee, dat heb je gewoon als je een YouTuber bent. Dan moet je gewoon veel achter de computer doen, editen, video's opnemen. En dat is ook niet erg, want het hoort gewoon bij wie ik ben. Alleen ik moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat mijn conditie niet straks van zo naar zo gaat. Want vroeger sportte ik wel veel. Alleen toen ik YouTube vond, toen is dat een klein beetje onderuit gegaan vergeleken met vroeger. Maar dat maakt niet uit. Mensen altijd met vroeger, hè. Dat hadden we vandaag ook weer in de klas. Vroeger was alles beter. Waarom? Het was vroeger, weet je, tuurlijk. Er zijn dingen veranderd in de loop van de jaren, maar niet alles was vroeger beter. En ik kan daar natuurlijk moeilijk mijn mening over geven. Want zo lang ben ik niet op deze mooie planeet. Ik ben hier pas 14 jaar, dus hallo, ik ben Job en ik... Maar nee, in ieder geval, vroeger was het dus zo dat ik een betere conditie had. Maar toen was ik natuurlijk niet zo creatief en fanatiek bezig met het maken van YouTube-video's. En dat ben ik nu wel, dus dat vind ik superleuk. Want YouTube is natuurlijk mijn roeping. En sommige mensen vinden voetbal leuk. Sommige mensen vinden basketbal leuk. Ik vind YouTube leuk. En zo heeft ieder zijn eigen specialiteit, om het even zo te benadrukken. Het is zijn eigen passie. Maar we hadden dus vandaag buiten, hadden we gym, toen gingen we voetballen. En ik vind voetbal wel leuk. Ik bedoel, nou ja, weet je, het is niet mijn favoriete sport. Maar als het er dan op aankomt, dan vind ik het wel leuk om een beetje serieus mee te doen. Maar bij mij voetbal, waar het bij mij om draait, bij heel veel mensen is het fanatiekiteit. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar fanatiek spelen. Maar bij mij draait het erom dat ik sportief speel. Dus als iemand mij bijvoorbeeld onderuit haalt, dan ben ik niet iemand die heel boos wordt of wat. Nee, ik ben gewoon iemand die persoonlijk heel sportief speelt. En ik betrek ook andere mensen die dan op dat gebied, zeg maar, in voetbal wat minder goed zijn. In bijvoorbeeld keepen of schieten. Die geef ik wel de kans om het te doen. En laat ik het zo zeggen. Bij mij gaat het met voetballen niet zo om winnen. Om het even zo te benadrukken. Ik doe, als ik voetbal, dan doe ik omdat ik het leuk vind. En dan vind ik het leuk om met mijn vrienden een beetje aan te kutten, weet je wel. Maar het is niet zo dat ik voetbal... Oeh, nice! 4 bloemen, dat is netjes. Het is niet zo dat ik puur voetbal omdat ik wil winnen. Dat is bij heel veel mensen wel de insteek, geloof ik. Ik weet het niet, hoor. Niet die ik ken. Maar er zullen vast wel mensen zijn die op tv of zo, ik weet het niet. Want ik heb heel vaak mensen horen zeggen. Ja, jongen, dat is echt een sportieve. Dat is echt een fanatieke kerel, joh. Die wordt gelijk boos. Nou, ik persoonlijk ben op dat gebied echt heel erg sportief, om het even zo te benadrukken. Ja, dat is dus iets tegenovergestelde van fanatiek. Of nee, je kan ook fanatiek en sportief tegelijk zijn. Fanatiek is geloof ik dat je er gewoon de volle 100% van wil geven. Dat je gewoon heel graag wil winnen. Nou, dat gevoel heb ik met voetbal niet. Maar met andere dingen, bijvoorbeeld met YouTube, wil ik het wel. Dat ik echt heel fanatiek ben van ik wil die video om 7 uur online hebben. Ik wil hem 25 minuten hebben. En ik wil hem leuk hebben. En ik wil die 1000 likes halen. Kijk, dat is dan ook fanatiek. Maar ik geef andere mensen ook de kans om te groeien op YouTube. Dus dan ben je eigenlijk ook wel weer een klein beetje sportief. Dus dat is fijn, weet je. Als je fanatiek en sportief allebei kan zijn, is dat natuurlijk helemaal goed. Want dan geef je en mensen de kans om bijvoorbeeld op YouTube te groeien. Maar je geeft ook mensen de kans om gewoon plezier te hebben. Want dat is naar mijn mening ook belangrijk. Ik bedoel, als je iets doet, doe het dan omdat je het leuk vindt. En wat er daarna allemaal gebeurt, dat zie je dan wel. Ik bedoel, je moet niet YouTube gaan beginnen omdat je denkt van jeetje man, ik zou echt even wat geld willen, weet je wel. Dan moet je YouTube niet voor gaan beginnen. Maar dat is gewoon zonde. Want geloof me, dan kom je er niet. YouTube, dat moet je doen omdat jij denkt dat je roeping is, dat je het leuk vindt. En niet omdat je denkt van, hé, ik wil eigenlijk best wel groot worden. Ik wil ook 25 miljoen abonnees. En zo speelt een paar. Geen idee waarom ik zo praat. Want ik neem aan dat niet alle mensen die graag groot willen worden op YouTube zo praten. Maar ik doe het toch. Het zou best wel apart zijn als echt elke vlog op deze manier zou praten. Hallo mensen, wat doe mijn game? Leuk om te kijken naar een nieuwe boerenvlog. Vandaag gaan we boerenworst eten met stampot. En ik heb hier een mooie koe.
Oké, dat zet echt helemaal nergens op. Laat ik dat maar... Nee, dat ga ik er niet uitknippen. Jullie mogen van mij dat allemaal wel horen. Maar vandaag heb ik dus voetbal gedaan op school. Ik heb vandaag een toets gehad van economie. Deze toets ging geloof ik over criminaliteit en over de wet en allemaal dat soort shit. Economie is een vak dat mij vrij goed ligt. Ik vind het leuk om te doen. Dat is zeg maar een van de vakken die ik ook iets leuker vind om te leren. En nu zitten waarschijnlijk heel veel mensen van... Leuk om te leren. Nee, niet leuk om te leren, maar iets leuker dan bijvoorbeeld wiskunde of aardrijkskunde. Of nou, aardrijkskunde kan ook leuk zijn, maar wel leuk als wiskunde, Frans, Nederlands en al dat soort shit. Engels natuurlijk vind ik ook een heel leuk vak om te doen. Omdat ik Engels gewoon een hele fijne taal vind, weet je. Ik vind het niet erg, laat ik het zo zeggen. Heel veel mensen die zitten altijd te klagen van, ja, Engels een wereldtaal. Ik vind dat niet. Ik vind Engels schijnbaar eigenlijk best wel een leuke taal. Ik heb vroeger een Engelse vriend gehad, dat heb ik al eerder verteld. Naar Tom. Tom was een hele goede maat van me, nu is hij natuurlijk... Ik kan een beetje slijm dat zijn. Pardon, Tom die was een hele goede maat van me. Kijk, nu natuurlijk niet meer, want ja, weet je, hij is in Engeland, ik ben in Nederland. En zulke vriendschappen zijn heus wel in stand te houden hoor. Alleen gaat dat ietsje moeilijker dan dat je bijvoorbeeld overburen bent. Ik kan zeggen, hey Johnny, kun je even een potje voetballen? Dan dat je naar Engeland moet bellen van, hey Tom, kun je even het vliegtuig pakken? Kun je even een uurtje voetballen? Kan je daarna weer terug en dan ben je volgende week? Nee, dat lijkt me niet heel erg handig. Dus zulke vriendschappen zijn iets moeilijker in stand te houden. Maar toch is het mogelijk hoor. Want ik ben met Tom, nadat hij naar Engeland was verhuisd, toch nog wel even bevriend geweest. Alleen ging het net ietsje moeilijker om het even zo te benadrukken. Maar dat is vrijwel altijd zo. Dat als jij... ik heb trouwens echt veel te veel van het oranje glas. Dat is... Wow! Ik heb superveel blauw glas. Ik moet snel weer een keer een verdieping gaan maken met blauw glas. En ik kan trouwens ook al mijn carpets gaan aanleggen. Maar waar had ik het nou ook weer over? Nu ben ik weer helemaal van mijn apropos, als je dat ook wil noemen. Nu ben ik weer helemaal kwijt wat ik nou precies wil zeggen. Lekker bezig, Job. Waar hoort het armor ook alweer in? Het armor doe ik heel even... Oeh! You're being serious? Oh my god! Heb ik gewoon al een armor setje klaar liggen? Ik dacht al van waarom heb ik die broek? Die had ik namelijk de vorige video al. Maar blijkbaar ben ik er al een beetje aan begonnen. Dat is dope, want ik heb namelijk hier... Ik zal jullie even laten zien. Ik kan ook gelijk... Oh, dat vind ik wel dope, hè. Ik ga het gewoon eens een keer doen voor de YOLO. Ik ga gewoon eens een keer wat oranje armor aan doen. Gewoon leuk. Gewoon een keer voor de grap. Ik heb gewoon allemaal diamond gear. Hartstikke goed. En dan zie je mij met oranje armor lopen. Zo van, nou, weet je. Ben ik wel tevreden over. Zit hier trouwens een heel retarded plukje bij mij. Ik weet het voordat mensen gaan zeggen. Hé, Job, is een plukje. Dat weet ik, weet je. Dat had ik al eerder gezien vandaag. Maar ik had er gewoon even een keer een beetje schijt aan. Want normaal gesproken vind ik altijd irritant. Als er een plukje hangt of zo. Met opnames, jongens. Dat kan zo irritant zijn. Gisteren ben ik gewoon een half uur bezig geweest om dat plukje weg te krijgen. Ik stond met een schaar zo van, zul ik het doen? Nee, ze komt er een kale plek, weet je. Daar ben je helemaal lul. Zo kleurig zijn als je dan gedoucht hebt. Zie je opeens zo'n hele grote kale hap eruit, weet je. Dat hebben sommige mensen. Hebben ze hier sowieso hap, weet je. Is niet erg. Tenminste, is maar net wat hun niet erg vinden. Ik zou het vrij kut vinden, maar ik bedoel maar. Dat lijkt me wel kloten trouwens, als dat echt gebeurt. Als je zo'n hele hap uit je haar hebt. Dan doen jackass doen dat wel. Dan kan die trouwens nog oranje als dit. Ik heb het idee dat dit oranje is. Ga mij niet wijsmaken. Dit is oranje, maar dat maakt niet uit. Oranje hier. Hoe zeg je dat? Meer oranje. Zeg je dan oranje hier? Dat is gaaf. Je zegt ook niet... Ja, geler zeg je wel, maar je zegt niet oranje hier. Of dat is rode deur. Of zeg je dat wel? Ik heb echt geen idee. Weet je, ik ga er niet eens over nadenken voordat ik zo meteen helemaal paranormaal word. Wat we wel daarentegen even gaan doen, is even kijken. Want wat hebben we nou nog nodig? We hebben een broek nu. En we hebben alleen nog maar schoenen nodig. En dan ben ik echt een retard, want dan heb ik dus allemaal shit gedaan. Terwijl dat helemaal niet handig is om te doen. Maar dat maakt niet uit, dat hoort erbij. Dus laten we zeggen dat we even snel schoenen maken. Hoppakeetje. Die maken we ook even geel. Of oranje bedoel ik. Zo kan die nog meer oranje. Ja, ik heb dat, ja, weet je, YOLO. Heel veel mensen gaan nu zeggen, ja, maar Job, dat is helemaal niet zo. Hij wordt niet oranjejer. Of hij wordt niet meer oranje. Ik zeg het zo weer, oranjejer. What the fuck is oranjejer? Alsof het zo is van, ja, je gaat in de winkel. Vind je deze kleur oranje mooi? Nee, doe maar ietsje oranjejer. Pardon? Iets meer oranjejer. Weet je, niemand begrijpt je. Dat is ook met dat woord omdraaien. Ik zeg altijd, ik dreem me om. Weet je, zo van, ja, ik dreem me om. Maar toen sloeg hij die haak in mijn neus. Geen idee in welk geval dat zou kunnen gebeuren. Maar bijvoorbeeld, terwijl andere mensen zeggen van, ja, wat, weet je. He? Je draaide je om, hoezo? Wat ben ik nou weer aan het doen? Ik ben naar boven aan het lopen met mijn mooie verhaal over dreien en over oranjejer. En nu ben ik weer helemaal van mijn apropootske. Dus wat ik ga doen? Laten we hier beneden maar even in de comments weten wat ik nou weer met dat slijmblok moet. Want ik heb echt geen idee, weet je dat? Ik denk dat ik daar wel iets mee moet doen. Maar wat precies, dan kan ik jullie niet zo 1, 2, 3 benadrukken. Wat ik daarentegen wel weet, is dat ik dit hier niet in moet. Of wel, hoort het bij mopjobs een soort van. Aan de ene kant hoort het er weer niet bij. Maar aan de andere kant ook weer wel. Want het is gemaakt van mopjobs. Dus dat is altijd een beetje een moeilijk scenario om je mening over te geven. Om het even zo te benadrukken. Dus ik neem deze nog even in mijn inventaris. Want die heb ik zo meteen geheid nodig. Dat zaad heb ik niet meer nodig. Dat zaad. Wow. We hebben zoveel steek. Dat is echt niet normaal gewoon. Waarom heb ik überhaupt zo weinig steek bij me? Terwijl ik er zoveel van heb. Wow, wat ben ik een retard. Zo, ik neem er 17 mee. Als een motherfucking baas. Ik heb ook geen spoedsuit meer nodig. En heb ik die bloemetjes? Nee, die bloemetjes heb ik ook niet meer nodig. We hebben gewoon heel erg veel spullen. Daarom vind ik deze Survivor Island leuk om te doen. Maar wat had ik er nou? Oh ja, een museum. Misschien maak ik dat museum zelf al, dat weet ik niet. Want het kwartmuseum is daar te klein voor. Ik weet namelijk niet hoeveel blokken ze in Minecraft hebben. Maar ze hebben er geloof ik heel erg veel. Dus
Dus dat durf ik niet. Ik ga deels één keer, gewoon één episodetje ga ik gewoon zo lopen. Dit ziet er toch wel bazig uit, jongen. Als een baas. Ik ben gewoon nog meer oranje jurk dan dat ik eerst was. Oké, dat is echt veel te slecht. Fuck it. Wat gaan we doen? We gaan proberen even wat van die mooie Oakwood of van die bird. Wow, what the fuck gebeurt er? Hoort hier trouwens gechest? Er zit daar een klein... Nee, dat hoort gechest. Nee, dat dacht ik even. Ja, dan weten we dat ook. Weer wat geleerd in deze nieuwe episode van Minecraft. En dan moet ik weer gaan slapen. Maar de volgende video gaan we dus in ieder geval proberen dat de hele boertje in te richten. Als we deze episode de kamer af hebben, kunnen we de volgende episode gaan inrichten. En dan kunnen we, als het goed is, die episode erop gaan beginnen met de duikplank. Ik weet niet wanneer ik die wil maken. Of met een onderwaterbasis. Of nee, laten we de volgende episode het objective board gaan maken. Want die heb ik ook nodig. Want nu heb ik allemaal leuke ideeën. En voordat je het weet, ben je die weer vergeten. Heb ik eten bij me? Ja, ik heb eten. Skelly, laat mij jou killen. Niet zelf doodgaan. Zo, dan krijg ik namelijk meer bones en shit. Als hij zelf doodgaat, krijg ik minder. Want hij zelf heeft namelijk geen looting. Als je nou looting hebt en je vermoord jezelf, zou je... Nee, oké, dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt gewoon idioot. Zo, is dat ding trouwens aan? Mob weaving? Nice. TNT heb ik ook een keer nodig. Wow! What the fuck? Veel creepers, ouwe! Oh, nice! We gaan echt een keer fucking veel TNT maken, jongens. Ik dacht dat... Oké, ik denk dat mob weaving niet aanstaat, maar ik durf het niet met zekerheid zeggen als ik heel eerlijk ben. Oh, wat veel creepers. Heb ik geen bow bij me? Ja, ik heb twee bows bij. Wat welke heeft deze? Power en punch. Wow! Heb ik die ooit gemaakt? Hoe de fuck kom ik eraan? Ik vind het wel nice hoor. Hoeveel. Weet je, voor de mensen denken, joh, wat vind je nou weer nice? Maar ik zal het jullie even uitleggen. We gaan een keer een TNT lift maken. Het was een klein geheimtje. Maar ik ga een TNT lift maken. En die ga ik waarschijnlijk maken. Hier. Aan deze kant van het huis. Zodat ik poep op het huis kan komen. Hoe episch is dat? Even fucking serious. Dit bent toch wel een baas als je dat. What the fuck? Dit bent toch wel een baas als je dat hebt in je eigen wereld. Gewoon een TNT lift. Ik ga dat sowieso doen. Dat ga ik sowieso doen. Er zijn nog heel veel vet ideeën. Heel veel vet ideeën. Maar het idee is dus van Niels. Ik zeg het er even bij. Want ik ben niet zo iemand die dan het idee gaat kopiëren. En zeggen dat het van mij is. Weet je, zo ben ik niet. Maar het is dus gewoon het idee. Dat ik uiteindelijk een soort van museum ga maken. Kijk, dat museum en zo. Dat is wel mijn idee. Maar hij zei, het is wel leuk om een keer alle dingen te verzamelen. En natuurlijk zal het ergens wel op YouTube bestaan. En misschien zijn er ook wel mensen die dat hebben gedaan. Dat weet ik wel. Dat is bijna altijd zo. Hoe origineel je ook bent rondom Minecraft. Het is eigenlijk altijd wel een keer gedaan. Want Minecraft is een zoveel gespeelde game. Daar valt bijna niet iets origineels over te bedenken. Maar daar even daarnaast of daarentegen blijft het leuk om dat te gaan doen. Dus als ik er nou een heel groot museum maak aan het vasteland en ik maak daar een brug naartoe. De dingen die we moeten doen is TNT lift, trampoline, onderwaterbasis, duikplank, brug, objective board. We hebben dus 6 objectives op dit moment. Als je het objective board meetelt. Eigenlijk is dat ook een objective, dus ja, dat tel ik gewoon even mee. Dus we hebben nog super veel dingen te doen. Leek me ook leuk om nog een keer een dorpje te maken. En dit is gewoon een singleplayer serie, dus nee, je hoeft niet hier beneden je Skype achter te laten. Misschien ga ik wel een keer samen met iemand doen, maar dat weet ik niet. De vorige episode waren er trouwens 250 comments die ik allemaal heb gelezen. Noem mij een baas. Allemaal. Ik heb ze allemaal gelezen. Dus als jij denkt van, Job, ik wil graag dat je mijn comment leest, dan comment achter, weet je. Als er nou 1000 comments op deze video komen, dan word ik echt blij. Schaap, het spijt me. Ik wou dit niet doen, maar ik ben een nieuwe shawarma tent geopend. En het spijt me, maar... Ja, ik heb hier niet echt veel woorden voor. Je kijkt me wel heel erg zwoel aan. Je bent oranje, de kleur van mijn vaderland, maar... What the fuck? Oh, nou ja, dat kan ook, weet je. Dat kan ook. Door het oranje schaap heb ik nu die... Nee, door het roze schaap heb ik nu die oranje er ook maar even bij vermoord. Omdat het kan. Beste reden ooit. Oh, dan kan ik me vroeger zo aan irriteren van die mensen die dan zeiden. Dan ben je in een serieus gesprek. En, Job, waarom heb je die vrouw vermoord? Ja, weet je, omdat het kan. Dat is gewoon de oude YOLO. Nu is het zo van, Job, waarom heb je dat... Ah, YOLO, weet je. Dat is gewoon... Vroeger was het omdat het kan. En nu is het YOLO, weet je. Zo gebeuren. Zo komt er elk jaar wel weer zo'n stomme kutzin. Stom kutwoord, wat iedereen kan irriteren. En nee, ik zeg het zelf ook, tuurlijk. Ik zeg echt zo vaak YOLO, omdat ik het een lekker woord vind. Als ik dan een keer bijvoorbeeld iets doms doe. Bijvoorbeeld weer eens een keer een heel stom risico neem, waardoor ik doodga. Ah, weet je, YOLO. Ik ben niet de enige die het doet, maar ik doe het wel, weet je. Dat is altijd zo, tuurlijk. Je geeft altijd, dat heb ik ook hoor, snel andere mensen de schuld geven. Zo van, ja, Job, ga de klas maar uit. Waarom? Ja, je praat. Ja, maar andere mensen praten ook. Ik weet zeker dat iedereen dat doet als je de klas uitgestuurd wordt. Tenminste, er zullen ook wel mensen zijn die gewoon zonder iets te zeggen de klas uit gaan. Wat ook goed is, want zo geef je de leraar het gevoel dat hij gewonnen heeft. Hè? Dan denkt hij van, yes, ik heb weer een nieuw potje show de boel gewonnen. En dan laat hij je meestal niet nakomen. Maar wanneer je er tegenin gaat, dan gaat hij zeggen, ja, maar, weet je. Dat heb ik namelijk geleerd, want vandaag was het zo dat ik bij meneer aan de les zat. En ik kreeg een waarschuwing, want ik zat te praten. En hij zei, je mag morgen terugkomen. Kom naar de les maar even bij me voor een afspraak. Dus wat ik deed, bij de hele les heb ik mijn bek gehouden. Echt letterlijk, de hele les. Ik heb niks gezegd. Alleen maar wiskunde gemaakt. Dat klonk best raar uit mijn mond. Maar ik heb inderdaad alleen maar wiskunde gemaakt.
gemaakt. En ik pakte heel rustig mijn tas in, we hadden pauze en hij zei niks. Terwijl normaal gesproken, als ik dat probeer, dus dat ik zeg maar, dan zegt hij, Job, blijf maar even, morgen mag je terugkomen, na de les moet je even blijven. Dan ben ik altijd zo van, ja, maar iedereen praten, zei hij, maakt niet uit, dan ben ik ook de hele les stil. Alleen dan moet ik wel komen. Dus dat is gewoon even een tip van mij naar jullie. Word je gewaarschuwd dat je fuck it. Als jij weet dat je het zelf verkeerd hebt, moet je helemaal je mond houden. Maar als je weet dat het eigenlijk nergens op slaat, hou gewoon je mond, want... Geloof me, discussies met leraren. Ik bedoel, het zijn hele aardige leraren. Leraressen, leraars en allemaal. Er zitten hele aardig tussen. Ook bij mij op school hele aardige. Waar ik echt heel erg goed mee kan vinden. Die gewoon grappig zijn. Die bij wijze van spreken voor de grap een middelvinger opzetten. Kan ik op lachen, vind ik leuk. Vind ik leuk. Alleen, er zijn ook wat mensen die ik wat minder leuk vind. Die ik een beetje dislike, om het even zo te benadrukken. En die mensen kun je ook beter niet mee in discussie gaan. Want als jij ze niet mag, dan is er een hele grote kans dat ze jou ook niet mogen. En als je dan mee in discussie gaat, heb je al snel dat probleem dat ze, ja, dat je ouders en shit erbij worden betrokken. Dat vind je niet leuk. En ik wou hier bijna afspringen, omdat ik hier met leather armor zit. Dat is best dom, weet je. Ik ga zo, what the actual fuck is hier gebeurd? Oh, dit is mijn chest room. Ja, dat was er gebeurd. Ik dacht toen ook een keer van, huh, what the fuck is dat? Toen heb ik het kapot gemaakt, maar dat scheen dus ook gewoon mijn chest room te zijn. Weet je wat ik trouwens even ga doen? Waarom doe ik niet gewoon even dit? Hij had trouwens een heerlijk nummer, is een bullet train. Daar kom ik opeens op, weet je. Like a bullet train. Ik weet niet of jullie dat nummer kennen. Zoek maar eens even op. Ik geloof dat het ook een copyright free nummer is. Ik had hem al heel lang geleden een keer, hoe zeg je dat, onderzocht niet zozeer, maar gehoord een keer bij mij in de klas. Alleen ik wist nooit dat hij copyrighted free was. En nu ik dat wel weet, gebruik ik hem niet echt heel veel. Maar vrij netjes, weet je. Vrij veel. Alleen trouwens, er is vandaag weer een nieuwe episode online gekomen van de Survival samen met Markske. Van Smorske. Van Smoaren. Dus als je die leuk vindt, check hem dan even. Het staat op de webpagina. De webpagina, dat heb ik nog nooit eerder gezegd. Op de kanaalpagina, doe maar gamen. Hij staat bij recente uploads als de ene laatst geüploade video, als je deze niet meetelt. Dus check die even. En wie weet spreekt het je wel heel erg aan en denk je, oh my god, dat wil ik meer. En dan laat jij een like achter en je Skype dat je misschien mee mag doen. Is iedereen blij en dan leven we nog lang en gelukkig in het sprookjesbos, weet je. Komt goed, dus als jullie even een like knallen, zou ik leuk vinden. En natuurlijk op deze video, maar ja, de echte DMG'ers, die hebben dat al lang gedaan. Die weten namelijk allemaal dat deze video awesome wordt. En ik zeg dat video awesome wordt, maar ik doe in ieder geval de volle 100% mijn best om er iets heel erg leuks van te maken. Hopelijk merken jullie dat aan mijn stem, hopelijk merken jullie dat aan mijn manier van doen. Ik ben weer helemaal gemotiveerd om hiermee verder te gaan. Ik voel me gewoon gelukkig om het even zo te benadrukken, daar ben ik blij mee. Weet je, het gaat allemaal lekker. Gewoon op school gaat het in principe goed. Niet echt veel problemen of zo. Ja, natuurlijk van. Er zijn altijd problemen op school. Of dat je een onvoldoende had. Of dat je ruzie hebt. Maar weet je, dat zijn. Iedereen heeft dat. Ik bedoel, dat is niet iets waar ik dan over moet gaan zeuren. Want iedereen heeft wel eens een keer problemen op school. Ruzie op school. Wat de fuck dan ook. Maar voor de rest gaat het allemaal wel lekker. Ik bedoel, een beetje school. En over 3 maanden dan. Of over 2,5 maand al. Dan ben ik alweer. Is er alweer zomervakantie. Of 3 maanden. 2,5 maanden, 3 maanden. Dan mogen we allemaal blij zijn. Want dan kunnen we allemaal zeggen dat we weer 7 weken niet op school hoeven te komen. En dan ga ik allemaal weer heel veel vette projecten starten op Doe Maar Game. Dan gaan jullie allemaal blij om worden. En dan wordt weer een hele mooie tijd van het jaar. Dus ja, hopelijk gaan jullie dat vet vinden. Maar de volgende video gaan we dus echt totaal verder met het maken van deze showroom. En gaan we dus niet dit niet meer doen, wat ik nu doe. Hoef voor dat dus echt nooit meer te doen in ons hele leven. Nou ja, vast nog wel een keer, maar nu in ieder geval niet. Dus daar ben ik blij mee. Ja, dat ik trouwens wel genoeg heb. Als ik dit hier weg heb ik waarschijnlijk gewoon genoeg, hè. Net niet. Even kijken, heb ik een enderpearl bij me? Ja, enderpearls zullen mij nooit alleen laten. Zo. Deze die gaat of gewoon... Ja, deze gaat raken. Nice, dan pak ik even dit erbij. Zo, als het goed is, kan ik namelijk nu dit dichtmaken. Maar het zou heel lullig zijn. Nee, het kan net niet, let op. Oh my god, you're being serious? Wat sneu. Dat vind ik nou wel jammer, weet je dat. Dan moet ik wel helemaal naar beneden toe. Moet ik wel helemaal moeilijk... Zou ik dit halen? Zou ik dit halen? Ik weet het niet. Zou ik het halen? Zou ik het doen? Nee, te veel... Nee, ik doe het niet, jongen. Dan ga ik... Nee, dat ga ik echt niet... Nee, dat ga ik sowieso... Ja, maar het is best wel... Nee, maar dat ga ik sowieso niet... Ik wil het echt zo graag. Maar ik heb... Weet je hoe ik het doe? Ik doe het gewoon zo. Ik heb een enderpearl bij me. En als ik dat het niet meer lukt, dan ga ik die enderpearl gooien. Dus ik ga even eten. We gaan het gewoon een keer doen. 1 keer voor de YOLO. En nu gaan jullie niet allemaal tegen mij zeggen... Ja, je doet het vaak. Dat was echt leuk. Ik bedoel, ik zit net YOLO belachelijk te maken. Nu ga ik eigenlijk zelf voor de YOLO echt de domste actie ooit inhalen. Dus let's do this. Ik ga wel proberen geraakt te komen. Ga ik het halen? Ik denk het wel. Ik kan jullie wel vertellen dat ik weer heb geleerd in deze episode. Dat ik niet meer ga YOLO'en. Gelukkig had ik maar 5 XP en kan ik dat sowieso allemaal weer terugkrijgen. Alleen een beetje zonde van mijn armen. Maar ja, je kan niet alles hebben in het leven. Ah, kijk, ik heb eigenlijk gewoon nu maar 2 XP kwijtgeraakt. Dat is mooi. Maar dit gaan we niet vaak doen. Dat was gewoon even 1 keer omdat ik gewoon eens even wil kijken hoe het zou lukken. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat ik het wel zou halen, maar blijkbaar niet. Minecraft die liet mij er niet toe. Dus dat vind ik jammer. Ik wil nog even heel snel wat oakwood hebben of wat birchwood. Puur voor het feit dat ik dan in ieder geval kan zeggen van we hebben de kamer af. Kunnen we de volgende episode lekker bezig gaan met inrichten. Dan kunnen we die episode erop bezig gaan met het maken van een ander vet project. Er zijn nog zoveel vet projecten die ik wil doen op Doe Maar Game. Dus ik zou zeggen, be prepared, bitches. Want dat wordt heel awesome. Nee, bitches, dat zeg ik niet tegen jullie. Be prepared, army. Jullie zijn een DMG army. Ja, dat is leuk, weet je. Dat ik dat ooit heb bedacht, ben ik blij mee. Ik vind het zo vet, gewoon, de DMG army. Het klinkt ook zo lekker, weet je wel. Het motherfucking DMG army. Even kijken. Oh, deze is alweer goed. Dus technisch is altijd niet eens gehoeven, maar ja, weet je.
geen YOLO, maar toch leuk, leuk. Je leeft maar één keer. Je zou, als je dat zou zeggen, elke keer. Ach ja, je leeft maar één keer. En dan, weet je, YOLO klinkt inderdaad wel wat korter en krachtiger dan je leeft maar één keer. Terwijl dat wel gewoon de betekenis is. Dat heb je soms, hè. Afkortingen, die kunnen soms enorm krachtig en cool klinken. Maar dan heeft dat echt een hele domme betekenis. Bijvoorbeeld als je een afkorting zou doen van geen condoom, geen seks. Dat zou dan zijn GCSS. Nee, geen condoom, geen seks. GCGS. GCG. Nee, dan zou je zeg maar ergens van alles zeggen. GCGS. Oh, dan denk je. Oh, weet je wat die zei? Hij zei GCGS. En dan technisch gezien is het gewoon geen seks. Weet je, laat maar. Dat was echt de slechtste. Ik denk van, ik maak er wel leuks van. Ik ga gewoon iets moois ervan maken. En ik heb geen idee waarom ik gelijk weer een voorbeeld moet pakken van met condomen en shit. Dat is echt weer zo heel iets doms. Maar dat doen we dan voortaan niet meer. Laten we maar gewoon zeggen. Geen Albert Heijn, geen boodschappen. Klinkt wat logischer. En klinkt ook wat kindvriendelijker om het even zo te benaderen. Nee, eigenlijk is kindvriendelijk. Nou, maakt niet uit. Laten we doorgaan met het afmaken van het dak. Want daar zijn we deze episode voor gestart. En finish the touch. Nice, de kamer is af, jongens en meisjes. De volgende video gaan we dus beginnen met het inrichten van deze kamer. Hoe ik het ga doen, dat weet ik nog niet. Misschien ga ik hier gewoon pilaren aanleggen. Als jij het weet, stuur even een leuk ontwerp naar mijn e-mail. doemagame@gmail.com. Zorg er wel voor dat de ruimte wel even groot is als dat ik nu heb. Dit is namelijk de ruimte. Zorg ervoor dat die echt even groot is. Anders krijg je een kamer dat jij helemaal mooi maakt. En dan wil ik die namaken. En dan past het niet omdat mijn kamer te klein of te groot is. Dus maak even een leuk ontwerp voor de kamer. Hoe ik hem moet inrichten met al die allemaal setjes. Stuur het naar mijn e-mail. doemagame@gmail.com. En wie weet geef ik je wel een shout-out omdat je een motherfucking baas bent met je leuk ontwerp. Volgende episode gaan we weer gewoon weer lekker verder waar we de afgelopen keer waren gebleven. Laat even een like achter zien in de boek Fame World. Die ga ik namelijk weer schel maken. Bedankt voor het kijken. Jullie zijn motherfucking bazen. #DMGAMI voor de motherfucking win. En dan zeg ik ciao.